kijkers van de Online Garage. Ik ben een nieuwe hobby begonnen en dat is motorrijden. Ik heb mijn motorrijbewijs gehaald. Ik geloof dat het ergens deze winter was. In de winter was het hartstikke slecht weer en had ik geen zin om te rijden. Want ik heb een hekel aan motorrijden in de regen. En dat probeer ik zoveel mogelijk te voorkomen. Dus ik heb nu mijn motorrijbewijs, daar ben ik hartstikke blij mee. In één keer geslaagd voor theorie, in één keer geslaagd voor AVB, in één keer geslaagd voor AVD. Dus dat was hartstikke mooi, ging super snel. Deze motor die had ik al gekocht voordat ik mijn rijbewijs had. En dat komt omdat het gewoon een hele goede deal was. Ik zag hem online staan, ik wou deze al hebben. En toen heb ik hem meteen gekocht. Dit is een KTM 390 Duke. Voor de mensen die een klein beetje van motoren weten, dit is een A2 motor. Dat betekent dat hij 35 kilowatt heeft. Zo is hij van de fabriek. Hij is niet gelimiteerd. Hij is altijd geleverd met 35 kilowatt. Mijn rijbewijs is volledig. Dus ik heb een A-rijbewijs. Dus ik mag alle motoren rijden met ieder vermogen. Ook met mijn leeftijd. Dat mag allemaal. Alleen ik vond het een goed idee om op een wat tragere motor te oefenen, de eerste maanden hierop te rijden. Dus ik heb deze gekocht, ik ben er nog steeds super blij mee. Het is echt een hartstikke goed ding, super licht. Dat is vooral waarom ik hem wou hebben, dat vond ik grappig. Lekker makkelijk om mee te lopen. Ik vind hem mooi, ik vind het oranje vet, ik vind KTM een mooi merk. Dus het was voor mij eigenlijk een snelle keuze om deze te nemen. Ik heb gewoon geselecteerd bij Autoscout, goedkoopste. En de goedkoopste was toevallig heel dichtbij mij in de buurt te koop. En toen heb ik hem gekocht. Sinds ik hem heb, heb ik hem nog nooit gewassen, dus hij is een beetje vies. Auto's en motoren wassen is niet echt mijn ding. Misschien kunnen we in deze video nog wel een wassessie houden, maar ook daar heb ik niet zo heel veel zin in. Het is een 1-cilinder, volgens mij 370 cc. Het heet dan wel een 390 Duke, vind ik een beetje vreemd. Het staat ook hier 390, maar het is een 370 cc. KTM die noemt alles 90. Je hebt ook de 97, de 890, 99. Ja, dat heb je allemaal. De 97 is eigenlijk de motor waar ik nu naar aan het kijken ben. Dat is de volgende die ik wil hebben. Dat is een 2-cilinder. Maar ik vind dit al hartstikke leuk. En ik heb ook nog een tweede motor. Die ga ik jullie zo laten zien. Ik kan maar op één motor tegelijk rijden. Dus vandaar dat alleen deze hier staat. Ja, ik moet hem wel echt eventjes schoonmaken. Dit kan eigenlijk echt niet. Ik heb er ook nog niks aan hoeven doen. Ik denk dat ik wel binnenkort even een oliewissel ga doen. En ja, verder is hij prima. De ketting en de banden en zo zijn allemaal gloednieuw. Dus dat is hartstikke top. Dat is een heel fijn ding. Ik heb hier een microfoontje, die kan ik in mijn helm doen. Ik heb geen idee wat de juiste manier is om met een GoPro aan de helm, met een microfoontje in je helm, een video op te nemen. Er zijn vast mensen die mij daar tips over kunnen geven. Ik heb dit. Dit sluit ik aan op mijn telefoon. En de GoPro die filmt de beelden en dan in het editprogramma voeg ik dat samen. Ik heb geen idee of dat gaat lukken, maar we gaan het gewoon proberen. Misschien klinkt het slecht, misschien is het beeld slecht. Dit is de eerste keer dat ik het doe. Ik heb geen idee. Als het goed is, neem ik nu alles op. Ik heb geen idee of dit werkt. Ik zet mijn telefoon even uit. Volgens mij blijft hij dan lopen. Zo, dan gaan we die prachtige 1-cilinder maar eventjes starten. Oh, wat een fantastisch ding. Heel veel mensen vinden het super gaaf om hartstikke hard te rijden op een motor. Maar ik vind het juist vet van deze motor dat hij gewoon super wendbaar is. Ik kan gewoon super krappe bochtjes maken. Geen enkel probleem. Ik kan bijna omkeren in een parkeervak. Als het goed is heb ik mijn microfoon nu zo opgehangen dat ik er niet direct in schreeuw. Ik weet niet of het werkt. Ik hoop dat het werkt. Zoals ik zei, als er mensen zijn die vaker geluid opnemen op een motor, dan hoor ik heel graag jullie aanbevelingen. Voor de mensen die het zijn opgevallen, ik heb al een hele tijd niet meer geüpload. En de reden daarvoor, een van de redenen daarvan is ook eigenlijk dat ik bezig was met mijn motorrijbewijs. En dat ik ook dus al een motor had gekocht en eigenlijk ieder weekend een beetje aan het roeren was met de motor. En ik wist niet zo goed of dat ook bij het kanaal de Online Garage zou passen. Maar uiteindelijk heb ik toch besloten, maar ja, het is toch wel een hobby die heel erg dicht bij auto-hobby is. Wat er wel bij kan. Als jullie het nou heel vervelend vinden dat ik ineens motorvideo's maak, of tenminste, ik weet niet of dit de enige motorvideo blijft, omdat er meerdere komen, dan moet ik dat vaak zeggen. Dan stop ik daarmee en ga ik gewoon lekker auto-video's maken.
Deze motor die is een naked bike, zoals je dat noemt. En dat betekent dat er heel weinig kappen op zitten, heel weinig panelen. Dus je hebt heel veel ervaring alsof je buiten bent, net zoals je op een fiets rijdt. Je hebt heel veel wind en dat kan op de snelweg soms een beetje vervelend zijn. Daarom vind ik met deze motor het leukst om op dit soort weggetjes te rijden. Al zou het wel fijn zijn als het minder druk was. Maar ja, het is hemelvaartsdag, dus iedereen moet zijn hobby beoefenen. Zijn er kijkers die ook een motor hebben? Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Heb jij een motor? Laat het even in de comments weten. Dan ben ik wel benieuwd wat voor motor jullie hebben. Dit is dus mijn KTM 390 Duke. En ik heb ook een Honda CBR 600F. En die zal ik jullie straks ook even laten zien. Gaan we daar ook een rondje rijden. Hey, de Tour de France is hier ook. Ook vet. Camera plakt er achteraan. Oké. Ik denk dat we hier maar vorm gaan keren. Want ja, ik ben ook geen motorvlogger, dus ik kan dit niet voor uren blijven volgen en vol lullen. Misschien is het wel een keer leuk om een keer een echte motorvlog te doen, dat we ergens heen rijden. En gewoon wel kijken wat we daar beleven. Misschien ook met een groepje vrienden, want ook vrienden van mij die rijden ook motor. Dus ik heb al heel veel biertjes ook in groepjes gedaan, dat vind ik ook wel leuk. Ik vind het zelf het leukst om gewoon ergens een binnenstad in te rijden. Dus ik ben vaak het centrum van Rotterdam of het centrum van Den Haag in gegaan. Om gewoon daar een beetje rond te rijden. Dus je kunt natuurlijk makkelijk door het verkeer heen komen. Dus je kan best wel veel zien van een centrum zonder dat je uren vaststaat in de file. Ik krijg allemaal vliegjes op mijn helm. Ik ben benieuwd of jullie dat horen. Dat pok pok. Het zou grappig zijn als jullie dat ook kunnen horen, maar ik denk dat die kans klein is. Ik vind zelfs voor een A2 motor vind ik het best wel een snel ding. Volgens mij is het ook wel een van de snelste A2 motoren die je kan lopen. Omdat het dus ook zo licht is. Mocht er nog kijkers zijn die een motor willen kopen of een motor zoeken. Beide van mijn motoren zijn in principe te koop. Klinkt misschien raar, maar ik heb er nu twee en ik zou eigenlijk één goede willen. Dus ze zijn beide te koop. Dus mocht iemand interesse hebben. Deze motor is dus een 1-cilinder en mijn Honda motor is een 4-cilinder. En wat je heel erg merkt met die 1-cilinder is als je langzaam rijdt, is dat je echt iedere keer als je een slag maakt, voel je dat. Dus hij is een beetje trillerig. Maar je hebt wel als voordeel dat je heel veel koppel hebt onderin. Dus zelfs in de lage toeren, als je gas geeft, dan trekt hij gewoon wel lekker weg. Als die zo groen is, dan kunnen we even een mooi stukje optrekken. Zoals ik zeg, het is niet de snelste motor, maar hij voelt best wel snel. Ik denk dat de MX-5 van 0 naar 100 net ietsje sneller is. Nou, dat is ook een bijzonder ding. En dan ben ik aangekomen bij mijn andere motor, de Honda CBR 600. Ik ga even overstappen en dan maken we ook nog een filmpje hier zo van. Deze motor is wat ouder en die moet ik ook starten met de choke. Dus die zit hier, moet ik vol aanzetten en soms start hij niet. Ik heb al 100 keer gehad dat ik hier niet mee kon starten. Dus ik hoop dat hij het vandaag doet. Dat lijkt te werken. Ook met deze motor even op dit mooie terreintje filmen.
super chill altijd hier. En nu ben ik ook met deze motor hier om even een filmpje te maken van hoe ziet deze er nou uit. Dit is een Honda CBR 600F. En dit is een stukje snellere motor, een compleet andere motor dan de KTM. Dit is meer een sportmotor, want je ziet dat hij wat meer ingepakt is door allerlei kappen. Wat ik heel vet vind aan deze motor is dat het is natuurlijk een Japanse merk Honda. En wat ik heel vet vind is dat hij echt een JDM livery heeft met echt vage kleuren. Een kleurcombinatie die ik zelf niet had bedacht. Rood met paars. Volgens mij vloekt dat een beetje samen. Maar ik vind het er wel vet uitzien op de motor. Want ja, ik vind een motor moet ook niet saai zijn. Een motor moet wat kleur hebben. De KTM is oranje, deze is rood met paars. En dat vind ik op zich wel grappig. Ik zie ook dat ik een meelifter heb, joh. Die heeft dat ritje van net gewoon overleefd. Ik ben hier naartoe gereden, maar ja, die is gewoon meegelift. Een lekker vers blaadje. Die hoef ik niet als passagier te hebben. Wat ik net al eventjes zei, is dit is een wat oudere motor. 1993 uit mijn hoofd. En de kilometerstand is bijna 100.000. En dat vind ik best wel vet. Want ja, hij doet het gewoon heel goed. En hij ziet er ook niet heel slecht uit. Toen ik hem kocht zaten er een paar scheuren in de kappen. Maar dat heb ik ook opgelost. Tenminste, opgelost. Dit was helemaal open. Ik heb het dichtgelijnd. Dat ziet er nu iets beter uit. De vorige eigenaar, dat was een vriend van me. En die heeft hem op het circuit gebruikt. Dus hem maakt het ook niet zo heel veel uit hoe die motor eruit zag. Maar daarom zitten er wel hele goede banden op. Die nog redelijk nieuw zijn. Dus ik ben eigenlijk best wel blij met deze deal. Want hij was maar €425. En hij doet het gewoon fantastisch. Hier aan de achterkant moet ik nog wel wat fixen. Van dit onderdeel zijn de clipjes stuk, dus hij zit met duct tape vast. Dus dat kan wel een stukje mooier. Er zit ook een andere uitlaatpomp, die is niet origineel. Toen ik hem kocht zat er een DB-killer in. Maar ja, die is ineens verdwenen, ik weet niet hoe dat kan. Dus hij is best wel luid. Ik zal wel even reppen. Ik hoop niet dat ik hier iedereen irriteer hiermee. Want ik ben zelf niet zo'n fan van reppende motoren, maar deze klinkt gewoon echt wel goed. Ja, best wel luid en dat was nog maar een derde van de toeren die hij kan. Maar we zullen straks een rondje rijden, dus dan hoor je hem dan ook nog wel eventjes. Het grappige is dat ik deze nu bijna leuker vind dan de KTM, al is de KTM bijna 10 keer zo duur. Dat is eigenlijk wel een probleem, dus wat ik wil doen is ik wil beide motoren verkopen. En eigenlijk een KTM 97 Duke halen. Hebben jullie nog andere motoren die vet zijn? Laat het mij dan weten. Misschien kan ik daar naar luisteren en neem ik de motor die jij mij aanbeveelt. Ik ga nu even een thumbnail maken. En dan denk ik dat we nog één ritje maken. En dan is het wel voor deze video. Zo, daar zijn we weer. De microfoon is weer aangesloten. Ik merkte wel dat tijdens het terugkijken van de beelden van de KTM... dat de microfoon best wel slecht is, omdat hij best wel veel geluid opvangt. Dus ik weet niet of het allemaal fantastisch is, maar misschien kan ik in het editen nog een beetje bewerken dat het beter klinkt. Deze motor is inmiddels ook warm, dus we kunnen gewoon een lekker rondje gaan rijden. Het is ook prachtig weer ervoor. Wat ik al eerder heb gezegd, voor een motor met bijna 100.000 kilometer op de teller doet dit echt super goed. Binnenkort heb ik ook een
bochtentraining, heet het volgens mij, op circuit Lelystad. En daar kan ik met de motor op het circuit. Circuit Lelystad is een mooi klein circuit. Daar ben ik ook een keer met de MX-5 op geweest. En ik denk dat het wel leuk is met de motor. Ik weet niet of ik daar een video van ga maken. Maar als ik dat doe, dan zien jullie die wel verschijnen. Dat was het voor deze video. Ik heb er heel lang over gedaan om deze te editen. Vandaar dat ik zeg ergens in de video dat het hemelsvaartsdag is. Maar dat is inmiddels al heel lang geleden. Maak je geen zorgen. Er komen weer wat meer video's aan. Ik heb er nog een aantal die ik moet editen. Komt helemaal goed. Doe een like op deze video. Abonneer op mijn YouTube kanaal. Dan zeg ik tot de volgende video. Dag!